Dat zit nog op mijn netvlies gegrift. Ik was een jaar of 11. We reden toen naar Marokko op vakantie. En ja, op de snelwegen in Frankrijk en in Spanje raasden deze auto's ons voorbij. En ik zat echt vol bewondering deze auto's na te schouwen. Met een zooitje kabaal vlogen ze ons voorbij. Ja, een Turbo 5 stond al een hele tijd op mijn wenslijstje. Alleen ja, om een originele te vinden was het heel erg moeilijk. En ik had er eentje gevonden, maar dan een replica. En ja, ik was er bijna over uit om hem te nemen. Deze kwam ik op een later tijdstip tegen. En ja, toen heb ik maar de stoute schoenen aangetrokken en ben ik er naartoe gereden in Friesland. Ik zag hem achter in de showroom staan, op zachte bandjes. Ik ben er een paar keer omheen gelopen. En toen kwam de verkoper, die kwam naar me toe. Die heeft me het een en ander verteld over deze auto. Ook dat hij 20 jaar in onderhoud heeft gehad. Hij startte de auto, het liep meteen als een zonnetje. En ja, ik was verkocht. We hebben een proefrit gemaakt. Eerst reed de verkoper. Ik was gelijk dol enthousiast en toen mocht ik ook een stukje rijden. Ja, en toen was ik helemaal verkocht. Hij heeft wat lucht in de banden gestopt. En ik ben ermee teruggereden. Ik heb eerst heel langzaam gereden. Ja, maar op de afsluitdijk heb ik hem toch een paar keer geprobeerd. En ja, hij is echt ongelooflijk. Ja, het is echt heel tricky. Als je zo'n auto kan rijden, dan kan je alle auto's rijden. Heel Spartaans. Het is een sensatie en ook een beetje eng. De turbo weet je nooit wanneer hij inslaat. Dus daar moet je echt op behoed zijn, maar het blijft kicken. En daardoor is het eigenlijk ook dat er nog maar zo weinig van deze Renault 5's Turbo 1 over zijn. De meeste zijn toch in de prak gereden. De Turbo 1, die hebben ze in een beperkte oplage gemaakt. De eerste 400 stuks hebben ze gebruikt voor de rally. En de overige 400 die hebben ze verkocht om de rally te kunnen bekostigen. Deze komt uit de fabriek in Diepen van Alpine. En de Turbo 2 komt uit de Renault fabriek zelf. En ja, er is toch wel een groot verschil qua interieur en aluminium delen. Ik heb aluminium dak, aluminium deuren en aluminium achterklep en een polyester motorkap. Mensen reageren over het algemeen heel erg enthousiast. Het komt niet vaak voor dat er een Renault 5 Turbo over straat rijdt. En ja, mensen boven de 40, die doen altijd thumbs up en met een big smile. En ja, daar word ik heel erg blij van. Ik ben eigenlijk nu nog op zoek naar de allereerste eigenaar. En ik hoop als de mensen weten van wie deze auto is geweest. Als eerste in 1981 in een Marlboro-uitvoering, dan hoop ik graag dat ze even contact met ons op willen nemen.